Zo, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Meeltijd. Je zal nu vast bij jezelf denken, Rino, zit je nou in je kamer? Ja, dat klopt. Deze week hadden we even geen tijd om het op kantoor op te nemen. Maar zo erg vind ik het niet. In mijn kamer, het is een beetje dat oude Meeltijd gevoel. Op zich is dat ook wel chill. Even een korte introductie, even praten over dingetjes en dan switchen naar de livestream. Maar dat gaan we nu nog niet doen, want we gaan eerst even praten, want er is natuurlijk heel veel veranderd. Het eerste punt wat ik even wil bespreken is het filtering van mailtjes. In de livestream is het zo dat als mensen live kijken en er komt een mailtje binnen en ik vind die niet goed genoeg, dan kan ik niet knippen. Dus dan zien hun dat ik ze afwijs. Dat is best wel heftig en confronterend en dat wil ik dan niet en dan wijs ik ze niet af. Waardoor het gemiddelde van de mailtjes weer minder is. Want als ik filter zijn de mailtjes interessant en is het werk beter. Dus daar moet ik nog eventjes mee oefenen om dat wat te perfectioneren. Als tweede dingetje is dat we hebben gebeld weer met de mensen in de livestream. Dus voor de volgende keer zet je Skype naar me bij. Want ik kreeg al een paar comments op YouTube. Dat mensen zeiden van ja, als iedereen jou kan toevoegen via Skype, dan kunnen ze je DDoS'en of zo via je IP-adres. Daar snap ik allemaal niet zoveel van, maar dat is natuurlijk niet zo prettig. Dus wij voegen jullie nu toe op Skype en dan bellen we je gewoon als je mailtje interessant is. En deze was ook wel interessant. Niek die zei, Rino, als je praat over de Twitch chat, dan is het jammer dat je op YouTube dat niet kan zien. Ja, kijk, we hebben dus vorige keer hebben al het verbeterd dat we zeg maar alleen een balkje zo onderin hebben. Maar als dan hier bijvoorbeeld ook nog de chat zou moeten staan, misschien wordt het iets te druk. Maar wat denken jullie? Moeten we dat erbij zetten? Vinden jullie dat interessant? Laat het eventjes weten. Ja. En Dominique zegt, ik zou het wel fijn vinden als je wat meer tijd vrijmaakt. Dat heb ik gedaan. Deze aflevering is weer zoals oud, ongeveer 20 minuten lang. Dus dat is in ieder geval verbeterd. En ook mensen vroegen zich af, wanneer is het? Het is donderdag 8 uur, maar we lopen echt elke keer uit. Een uurtje livestream is eigenlijk best wel kort. Dus we gaan vaak richting de 1,5 uur of 2 uur. Dus wat denken jullie ervan als we om 7 uur beginnen? Laat het ook eventjes weten. Ik ben gewoon benieuwd hoe jullie erover denken, jongens. Want ik vind het gewoon interessant. En dan kunnen we het samen gewoon beter maken. En dat is wat we gaan doen. Maar laten we dan nu echt gaan beginnen met de mailtjes. Binnen 3, 2 en 1. Oké, daar zijn we aanbeland in de mailbox van Meeltijd. En het eerste mailtje wat we gaan openen is van... Zal ik gewoon beginnen met de bovenste? Of zal ik gewoon... Nee, ik heb het beloofd aan Lennart. Ik ga beginnen met Lennart. Daar komt hij. Hoi Rino en de rest van hoe gaat dat? Wie ben ik? Het is Lennart, also known as LNNT. Redelijk bekende in de community, of in ieder geval voor ons. Die heb ik meegedaan aan de Adobe-wedstrijd. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Hij heeft een advertisement gemaakt van de 100% motocross bril genaamd Zoolander. De onderbouwing van zijn ontwerpkeuzes. Hij wou de aandacht op de bril houden, maar toch wat ornamenten aan de zijkanten plaatsen om het niet goedkoop te laten uitzien. Oké, hij wil het er niet goedkoop laten uitzien. Ik ben erg benieuwd. En om het er toch wat complex en clean tegelijkertijd te laten uitzien, heb ik een foto van Marvin Muskin, de motorrijder, met die bril erbij gezet. Want hij is gesponsord door Ride 100%. Ik weet helemaal niet wat dat betekent, maar we gaan gewoon klikken op zijn project, op zijn Behance profiel. En dan gaan we, hij wordt nu geopend. Het is 100% Zoolander, 100% Premium Race Goggle. Goggle betekent volgens mij een bril. Eens even kijken, Revolutionary Mud System. Oh, dit was het ook. Oké, dus het is alleen dit plaatje wat hij heeft ingestuurd. Lennart uit België. Wat voor feedback wil je hier ook weer op? Je wilde het er niet goedkoop uit laten zien. Oké, en het moet lijken, of het is gesponsord met iemand die heet Marvin. Dus we gaan even kijken hoe hij dat heeft verwerkt. Ja, ik weet niet of zo'n foto dan heel erg veel nut heeft, omdat je de persoon, zeg maar, aan wie die sponsor is gekoppeld, niet echt herkent. Misschien als je ervaring hebt in de motorbusiness, dat je door de motor en door zijn kleding het gelijk herkent. Maar misschien is een foto van zijn hoofd wel nog een stuk beter. Misschien kan je zelfs zijn ogen in de reflectie van die bril editen. Wat vind je daarvan? Wat vinden jullie daarvan? Misschien is dat een leuk idee. En voor de rest, ik vind hem eigenlijk best wel strak. Ik snap alleen niet helemaal wat die elementjes die op de achtergrond doen, waarom dat hier zo wordt uitgeveed. Maar dat maakt het wel weer dynamisch. Wel denk ik dat het nog iets te clean is voor die bepaalde sport. Als je een beetje kijkt naar de advertising van bijvoorbeeld Red Bull, een groot merk binnen die markt, dan is het toch wat meer
ja, een wat meer beweging. Dit is nog redelijk clean. Het is niet Apple, maar het is wel clean, zeg maar. Dus ik zou het nog meer sporty-achtig maken. Om het zo meer in de stijl te maken van de doelgroep die hier naar kijkt. Dus dat is even mijn feedback voor jou, Leonard. Leuk mailtje, netjes in elkaar gezet. Maar ik denk dat je het net even wat beter aan kan passen op de doelgroep zelf. En nou moet ik er even aan wennen, want ik moet hem nu dus gaan toevoegen op Skype. En wat is zijn Skype? Heeft hij mij opnieuw een mailtje gestuurd? Ik hoop het wel, anders ga ik huilen. Daar moeten we nog even een oplossing voor zoeken, want dit is weer iets wat we nog even moeten leren. Ik ga naar het volgende mailtje. En die is van Jeffrey. Hey AGD, ik ben net begonnen met YouTube en ik weet niet of je mijn thumb en logo mooi is. Zou je me even willen helpen? Dit mailtje is niet helemaal volgens de voorwaarden, jongens. Check nog even de regels. Ze staan hier ook onder. En ook altijd in de YouTube-beschrijving. Zet even je naam erbij en wat het is en je onderbouwing. Want anders kunnen we er weinig mee. En ik vind het zo lullig om in YouTube het af te wijzen. Maar ja, jullie snappen waarschijnlijk wel dat ik hier natuurlijk niet veel op kan zeggen. Hij heeft ook de verkeerde link, denk ik, gestuurd. Of heet zijn kanaal geen kanaal? Of is het een verkeerd kanaal? Ik weet het niet. Sorry jongens. Deze kan ik niet behandelen. Die is niet interessant genoeg. Ik ga door naar de volgende. En dat wordt Dutch Game NL. Hij is 13 jaar. Christian. En heeft een YouTube banner gemaakt voor My Life Brit. Waarin ze het gemaakt heeft gemaakt in Paint. Ik wil laten zien dat ik daar ook een banner in kan maken. Dat is op zich wel een grappig uitgangspunt. Dat je zegt van ik kan in Paint ook een banner maken. Dan ben ik wel benieuwd wat je hebt gemaakt. Paint is natuurlijk niet een heel uitgebreid programma. Dus ik ben benieuwd wat we hier gaan vinden. Ja, eigenlijk wat je hier al een beetje ziet, jongens. Het is wel een beetje heel erg druk. Ik zou uitkijken als je dan in zo'n programma werkt om te veel elementen toe te passen. Ik denk dat je hierin een beetje te enthousiast bent omgegaan met vormen. Dus ik zou zeggen, ga eens wat schetsen. In plaats van dat je allemaal elementen in Photoshop gaat of in Paint gaat gooien. En het daar dan mooi mee probeert te maken. Want je ziet gewoon dat erg lastig is. Dus nu gaan we door naar het volgende mailtje. Ik zou even een klein beetje inzoomen. Hebben we de Skype van Leonard? Hebben we de Skype van Leonard? Ja hoor. Leonard hebben we toegevoegd op Skype en die gaan we nu bellen. Dus ik ga op bel klikken en ik hoop dat hij opneemt. Hallo. Hallo. Hallo Leonard. Dag Rino. Hoor je mij? Ja. Oké. Okay. Kunnen we dan weer even terug switchen naar het scherm? Als het goed is, ziet iedereen nu ook een scherm en horen ze jou ook? Ja. En je hebt dus een advertentie gemaakt voor een motorrijder? Voor de bril zelf eigenlijk. Maar de motorrijder, dat is zijn hoofdsponsor en daarom heb ik hem erin verwerkt. Oké. Ja, want ik zei dus net van, ik zou misschien iets meer van de persoonlijkheid zelf erin verwerken. Mm-hmm. Wat ben je het daarmee eens of zeg je van, nou, dit is in de motorsport eigenlijk bekender dan zijn hoofd zelf? Wel, ik vond dat concept om zijn ogen in de bril te verwerken, vond ik wel interessant. Dat vond ik wel leuk. Oké. Ja, ik denk dat dat inderdaad ook wel leuk is. En dat maakt het ook gelijk wat speelser en wat dan blijf je er echt naar kijken. Ja. En qua achtergrond, ik zei nou van ja, ik zou dan misschien wat meer het sportachtig maken. Want ik denk dat het nu nog te clean is. Ben je het ermee eens of heb je bewust ervoor gekozen om het zo clean te houden? Wel, ik heb er eigenlijk bewust voor gekozen, maar om het, ja, in die sport zou het misschien beter zijn dat het minder clean is wel, ja. Ja, ik vind het mooi hoor. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Sowieso, ik ben een fan van je werk, want vorige keer had je ook, je maakt echt toffe shit. Maar inderdaad, op echt om bij die doelgroep te laten passen, zou je het misschien nog wat meer met sportdingen erin kunnen verwerken. Ja, dat is waar. En ik had zo, daar zo links en rechts, had ik zo precies die zebra-textuur genomen. Ja. Omdat de bril is ook zo in een zebra-textuur. Textuur. Precies. Oh, dan zie ik hem. Ja. Oh, die zag ik niet eens, joh. Oh. Oké. Okay. Nou, dat maakt het al een stuk duidelijker. Iemand zegt wel, Leonard heeft een zwoele stem. Oh, dank je. Oh, dat is wel grappig. Even kijken wat de mensen er nog over te zeggen hebben. Misschien nog eventjes in de toekomst erin verwerken, jongens. Is dat jullie ook kunnen meedenken van wat vinden jullie ervan. Dat maakt het ook wel wat leuke speelser. Maar volgens mij zitten we wel redelijk op één lijn qua dit ontwerp, toch, Leonard? Ja, dat is wel waar, ja. Alright. Nou ja, dan ga ik je bedanken voor deze call. En dan hoop ik dat je de volgende keer er weer bij bent. Ja, dat is goed.
Alright. Ja, bedankt hè. Doei. Doei. Dat was Leonard. Leonard, je bent een held. Je werk is tof. I like you. En hij komt uit België. En het volgende mailtje is van niemand minder dan Tibe Barremaker. En ja, hij wil graag feedback op het design en mijn idee. Hij is 11 jaar en heeft een appdesign gemaakt. Het is een Facebook/Instagram app. Sorry, live kan ik mijn boeren er niet uitknippen. Je kunt een account maken, dan kun je vrienden toevoegen, filmpjes delen en ook foto's. Een mix tussen Facebook en Instagram. Dus ik ben heel benieuwd wat je hebt gemaakt. Want volgens mij werken die twee apps apart echt geweldig. We gaan erop klikken. View. En oh. Ik had een scherpere afbeelding verwacht. Dan wat ik hier opgestuurd krijg. Of ligt dat aan mij? Volgens mij is het gewoon niet helemaal scherp. En ik denk ook dat het heel lastig is om hiervan te kunnen zeggen of dit goed of niet is. En of je je doel hebt bereikt. Die je wilde bereiken om een mix te maken tussen Facebook en Instagram. Want voor mij is het niet echt duidelijk wat je wilde bereiken. En heb ik het nog niet eens over de spelfouten. Want messages, dat schrijf je niet zo. En hier staat volgens mij ook nog... Nee, ik kan het niet eens lezen. Zo onscherp is het, jongens. Ik vind het überhaupt knap dat je in een iPhone hebt ontworpen en zo onscherp plaatje opstuurt. Dat is best wel knap, want als je gewoon een iPhone plaatje op Google zoekt, ja, sorry, maar dan hoe kun je dan zo'n onscherp ontwerp opsturen? Jongens, check je werk voordat je iets instuurt, want ik let op de details, omdat wij natuurlijk ook designers zijn. Dus ik vind het lastig om hierover te zeggen of het goed of niet is. Je had ook wat meer schermen kunnen ontwerpen. Dus we gaan voor nu even door naar het volgende mailtje. Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie erover denken. Maar deze is denk ik niet nodig om te bellen. Ja, sorry, sommigen moeten lachen. Ja, het is inderdaad niet goed genoeg. We gaan door naar de coole man en we hopen dat die wat cooler is. Hoi Rino, ik ben Jasper en hebben we interface gemaakt voor een app. De app kan gebruikt worden voor livestream. Kijk eens aan, met de PC en de app. Hij heeft de app gemaakt omdat het me leuk leek. Het is trouwens een echte app. Of geen echte app. Oh, en dat wordt het ook niet. Oké. Ik heb geen Photoshop gebruikt. Hij heeft Paint.net gebruikt. Dus het zijn gewoon PNG-bestanden. Nou, gewone PNG-bestanden, daar kunnen we vast mee leven. Ja, we komen hier weer een beetje tegen hetzelfde probleem aan als de vorige, denk ik. Ik vraag me dat af hoe jullie dan te werk gaan. Hè? Want je maakt dan iets en je denkt dan, ik ga dat insturen voor feedback. Maar eigenlijk zijn er hele simpele dingetjes die je al kan verbeteren in dit ontwerp. We hebben daar een serie voor op ons kanaal en die heet Aangepast. En daar kunnen jullie een PSD insturen of een AI-file. En dan kunnen we je ontwerp aanpassen. Want eigenlijk kun je al heel simpel dingetjes aanpassen. Eigenlijk alle lijnen die ik hier zie. Kun je de uitleiding al wat in verbeteren. Ook zou kijken naar waar je iets afsnijdt. Zorg ervoor dat er ruimte zit tussen je icons. Zodat je dat kan verbeteren. Kijk waar de dingen afgesneden worden. En wat ik wel grappig vind is dat je dan de paarse kleur van Twitch hebt gebruikt. Ik ben benieuwd ook hoe je dan onderscheidend wil maken als livestream app. Omdat het ja, best wel de kleur is van Twitch. Dus dat is even mijn feedback voor jou. Maar dit is denk ik ook niet. Of dit is denk ik ook lastig om naartoe te bellen. Ja jongens, zoals jullie weten bij de mailtijd op zondag. Ik moet wel een beetje filteren. Want anders, ik wil degene die inbellen, dat wil ik ook wel een interessant gesprek laten zijn. Dus ik moet daar ook een beetje in filteren. We gaan nog even één mailtje doen. En die is van Olaf, 12 jaar. En heeft het design gemaakt met mijn nichtje Emma. Wat is het? Ik heb met mijn nichtje een appdesign gemaakt. De app heet Event Finder. Je kan er evenementen bij vinden bij jou in de buurt. Kijk, dit is heel erg tof. Ook een heel netjes mailtje. Olaf, super netjes. Om te oefenen ben ik gaan designen met Paint.net. Jongens, ik krijg al 3 mailtjes binnen over Paint.net. Wat gaat hier fout? Nou, er gaat niks fout. Dat is gewoon populair. Wow. Misschien moeten wij ook eens de Paint.net gaan bekijken. We hebben voor de kleur rood gekozen omdat het passie en verlangen uitstraalt. Dat klopt. Helemaal. Rood is ook de kleur van de liefde. Ik heb zelfs gelezen dat als een man een vrouw op straat ziet lopen met een rood jurkje aan, dat hij dan meer er zich aangetrokken tot voelt dan een andere kleur. Omdat het de kleur van de liefde is. Heel raar, ik weet ook niet hoe dat precies in onze hersenen werkt. Maar daar zit dus echt een hele psychologie achter. En evenementen is ook verlangen. Oké, nou daar wil ik even op inhaken. Want ik weet dus niet of
het verlangen van evenementen, of dat hetzelfde verlangen is als de verlangen naar liefde. En of je dus dan diezelfde kleur kan gebruiken. Misschien krijgen mensen wel veel meer het gevoel van de zomer, dat je meer zomerse kleuren moet gebruiken. Misschien verlangen ze daar wel naar. Snap je? Dat verlangen, dat kun je niet zo 1, 2, 3 kopiëren naar iets anders om zo die kleuren te gebruiken. Hij is een paar maanden geleden ook in Mildred geweest en ik hoop dat je vindt dat ik mezelf heb verbeterd. Hij heeft toen de app MusicKey. Oh ja, dat weet ik nog wel. Ik weet niet precies hoe die eruit zag. Maar volgens mij was die wel redelijk. We gaan gewoon eventjes klikken. En wat zien we hier, jongens? We zien hier een appje waarin je een area kan selecteren. Je kan klikken op wat er populair is. Nice. Agenda, ook prettig. En kinds of events. Dus dat is denk ik een categorie. We gaan even verder. En dit is zeg maar de homepagina. Die zou ik dan aan het begin zetten, zodat je dat de volgorde goed opstuurt. En dit is dan het zijmenuutje. Ja, dit is eventjes interessant. Ik ga eventjes terugscrollen en kijken ook of hij zijn Skype-naam ondertussen heeft opgestuurd. Of dat hij in de chat aanwezig is. Want deze vind ik wel interessant om te bellen. Zijn mailtje zit netjes in elkaar. Zijn apps zien er redelijk uit. Oh, hij heeft nog meer opgestuurd daarna trouwens. Hij heeft ook in een mock-upje gezet. Kijk eens. Oh, sorry. Even view klikken. Oké, okay, daar heeft hij hem. Is dit een mock-upje? Ja, dat is gewoon in de iPhone ingezet. Dat heeft niet echt heel veel meerwaarde vergeleken met die eerste paar schermen, denk ik. Maar het is wel netjes. Dit is wel een betere presentatie. Is hij op Skype aanwezig? Hallo. Ik ga even kijken op Ono. Hallo. Hallo. Hoi. Hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Horen jullie mij? Ik hoor jullie ook. Of jou ook. ja, mijn stream loopt heel erg achter. Dus voor mijn gevoel bellen jullie mij nu. Ja. Je moet je stream even uitzetten, want die loopt inderdaad 15 seconden achter. Ja. Dat is gewoon zo. Dus wij bellen nu eventjes en dan kan je zelf dadelijk nog 10 seconden terug horen. Ja, oké. Okay. Oh, super cool dat ik er gewoon in zet, echt. Ja. Ja, welkom in de stream. Ja, bedankt. Nou, ik zal even proberen om nog wat iets verder in te gaan op je design. Ja. Ik denk dat je conceptueel eigenlijk best wel een goede app hebt ontworpen, want ja, wat je eigenlijk vaak ziet in de mailtijd is dat mensen iets ontwerpen om te ontwerpen en jij hebt echt wel een idee bedacht, weet je wel? Het is echt om events te vinden en dat vind ik wel echt heel sterk van je app. Bedankt. Ja, ik vind het soms wel lastig om ideeën te hebben, maar op een gegeven moment kom ik op een idee en mijn nichtje was het toevallig en ik ga binnenkort naar de middelbare school, dus ze wou alvast oefenen met design, want dat krijgen ze ook, dus dat is... Okay. Dus toen hebben we dat gemaakt. Oh, dus je hebt het echt helemaal samen bedacht en gemaakt. Ja. Ja, echt super nice. Want dat vind ik dus echt wel goed aan je app. En qua uitstraling denk ik dat we nog wel wat dingetjes kunnen verbeteren. Ik denk dat het nu nog iets te veel neigt naar meer voetbal. En daarmee bedoel ik dat je de combinatie van rood en wit heel erg hebt gebruikt. Oh ja, ja. Er komt een donatie binnen 1 seconde. 5 euro, wow, door Dent. Wat staat eronder? Ik kon het even niet lezen. Wat heeft hij voor tekst ingestuurd, jongens? Er komt een donatie binnen. Tom gaat even checken wat hij heeft gestuurd. En iemand zegt ook, of iedereen zegt ook, dat ze 2 uur moeten gaan livestreamen. Ja, eigenlijk ben ik het er wel mee eens, maar dan wordt het wel een beetje laat. Wat vinden jullie ervan als we misschien een uurtje eerder gaan livestreamen? Voor ons zou dat op zich wel uitkomen, want wij eten hier gewoon op kantoor en dan gaan we gewoon een uurtje eerder beginnen. Dus van 7 tot 9 dan. Misschien is dat een betere streven. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Laat het eventjes weten. Maar ik was even aan het bellen met Olaf. Olaf, ik had het over je uitstraling, dat het nog een beetje iets te veel naar voetbal neigt. En ik denk dat komt doordat je dus rood als kleur van verlangen hebt genomen. Maar verlangen is natuurlijk best wel een algemeen begrip en je kunt niet verlangen onder elk kopje gooien. En daarom zei ik al, festivals is misschien wat meer een zomersgevoel, weet je wel? Ja. Snap ik, ja. Ja, ik snap nog niet helemaal kleurpsychologie, maar daar ga ik nog allemaal dingen voor opzoeken op internet. Ja, dat moet je zeker doen. Dat is echt heel interessant. Als je volgende keer dan zoiets begint, dan zou ik, als ik jou was, zou ik dan ook gewoon op Google gaan. En dan bijvoorbeeld Summer Festival poster bijvoorbeeld zoeken. En als je dan op afbeeldingen klikt, jij ziet het nu niet, want de stream loopt ietsjes achter. Ja.
Maar dan zie je eigenlijk wat voor kleuren ze in het algemeen gebruiken. En vaak gebruiken ze echt een kleurexplosie. Heel veel kleuren, dus vrolijkheid en blijheid. Maar vaak ook geel. Geel van warm, van de zon en oranje. Dus in die hoek kun je dan een beetje zoeken. Dus daarin zou ik dan meer qua kleuren in ieder geval je eigen maken. Ja, oké. Okay. Ja, bedankt voor de tips. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik vind je app super tof. En ik zou zeggen, ga lekker door met ontwerpen. Ja, en dan spreek ik je heel snel. En dan hoop ik dat je volgende keer weer wat instuurt. Ja, is goed. Oké, okay, super bedankt. Doei. Nou, dat was Olaf, jongens. Ik vond het super leuk weer. Er moeten nog even dingetjes verbeteren. Dus volgende keer zet je Skype naam erbij, want dan kan ik je gelijk toevoegen. Oké, nou zoals ik al zei, zet je Skype naam er dus bij, want dan voegen we je toe en dan bellen we je. Het belonderdeel vind ik eigenlijk best wel tof. Wat vinden jullie daarvan? Volgende week donderdag zijn we er dus weer om 8 uur, misschien om 7 uur. Maar dat laten we absoluut weten op al onze social media die je kunt vinden in de beschrijving. Insturen en toe gaat het nog steeds het e-mailadres. De nieuwe instructies staan in de beschrijving. Ik bedank jullie voor het kijken. En tot dinsdag bij de Mobile Serie.